Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag veel bewolking, vaak sluierwolken. De zon scheen er af en toe nog best doorheen. Er waren ook wel wat lage wolkenvelden. Op de satellietfoto kunnen we dat goed zien. Die lage wolkenvelden trokken vanuit het noorden naar het zuiden en de sluierwolken hadden een west-oostwaartse verplaatsing. De meeste opklaringen toch in het, de noorden-noordoostelijke helft van het land en de dikste wolken juist in het zuidwesten. Nou, die dikke wolken laten van tijd tot tijd ook wat lichte neerslag los. Hoewel de meeste neerslag de grond niet bereikt. Maar voor de avonduren en ook voor de nacht is het niet helemaal uitgesloten dat er in het uiterste zuiden van ons land wat lichte neerslag gaat vallen. En die neerslag zullen we dan met name zien. In delen van Zeeland, Brabant en Limburg. Ten noorden van de grote rivier is er sowieso van de neerslag geen sprake. Wel wolkenvelden, hier en daar wat opklaringen. Vanavond temperaturen tussen 7 en 10 graden. In de nacht daalt het kwik in het noordoosten nog tot een graad of 2. In het zuiden de minimumtemperatuur een graad of 5. Nou, die neerslag in het zuiden trekt aan het eind van de nacht weg, maakt dan plaats voor wat opklaringen. De zon schijnt af en toe, maar in de loop van morgen vallen er ook weer een paar buien verspreid over het land. Het is lang niet altijd nat en ook lang niet overal. Maar goed, er kan dus wel wat lichte neerslag vallen. Verder een stevige wind, vooral langs de kust, waait het krachtig windkracht 6 en een temperatuur van slechts 8 tot 10 graden. Nou, die temperatuur gaat nog wat verder omlaag, want zondag en maandag is het maar 8, hooguit 9 graden. Hetzelfde geldt ook voor de dinsdag. Buigheid wordt sterker en sterker, de kans op onweer neemt toe, er zit misschien af en toe zelfs wat natte sneeuw of hagel bij. En tussen de buien door is er dan af en toe een klein beetje ruimte voor de zon. De weersverbetering komt uiteindelijk wel, maar we moeten wachten tot na Koningsdag. Want vanaf donderdag begint de temperatuur weer op te lopen. Komen we makkelijker boven de 10 graden en misschien dat we zelfs wel een keer richting de 15 gaan. Dat is overigens normaal voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.